Ik ben vandaag in de Purmer-Noord en ik loop naar het binnenplaatsje in de Karrenstraat. Wat dit maakt tot een bewonersinitiatief is dat er, dat er in de buurt veel draagvlak was om hier wat van te maken. En daarnaast was het mooi dat er ook wat dingen samenvielen met het onderhoud wat toch al gepleegd moest worden. Dus het speeltuintje, dat moest toch vervangen worden. En de bomen gaven heel veel opdruk, waardoor ook daar iets mee moest gebeuren. En door dat te combineren met de energie in de buurt, kan je eigenlijk veel meer maken wat de buurt wil. En niet alleen maar wat nodig is in het onderhoud. En dat is waarom dit een bewonersinitiatief is. Het initiatief is eigenlijk ontstaan dat er was een tv-programma Makelaars met een Missie. Ik heb de opnames hier gezien en dan ga je eigenlijk door een andere bril naar je woonerf kijken. En toen zag ik eigenlijk pas in welke slechte staat op dat moment het woonerf was. Dat heeft ertoe geleid dat ik contact heb genomen met Michel Horsthuis, wijkbeheerder van de gemeente. In die periode daarna zijn we in gesprek geraakt over welke ideeën we hadden. En ja, van die ideeën zijn plannen ontstaan. We hadden te maken met ernstige wortelopdruk van bomen die hier stonden. De parkeerplaatsen, ja, daar stonden de tegels schotsgescheef van. Uiteindelijk zijn de bomen weggehaald. De gemeente heeft er ook voor gezorgd dat de bomen die weggehaald zijn, dat die ook ruimschoots weer teruggeplaatst zijn, maar op een andere plek. Zodanig dat de parkeerplaatsen weer goed tot zijn recht kwamen. Dat het groen ook gewoon weer allemaal teruggekomen is. Hier in het midden ligt een Jeu de Boelbaan. En er hangt ook een bord bij met de spelregels. En die laat ik jullie even zien. Want ik vond het zo'n mooie manier om aan te geven wat er kan en wat er niet kan. Even kijken of ik het kan laten zien hoor. Je mag hier tot 11 uur spelen, maar door de week een uurtje korter. We houden de baan en het plein netjes. De speelvoorzieningen die we hadden, die waren sterk verouderd. Die zijn vernieuwd. We zien nu ook heel veel opa's en oma's, de buurt vergrijst een beetje, die hier komen om die kinderen te spelen. Ze zitten dan lekker op de bank erbij. En ja, daar is het ook allemaal voor bedoeld. De plantvakken waar ik nu langs loop zijn ook helemaal aangepakt en heringericht en opnieuw beplant. En zo is er hier in de binnentuin een hele mooie plek ontstaan waar mensen samen kunnen komen en samen dingen kunnen ondernemen. En waar kinderen ook heel fijn kunnen spelen. En dat wordt helemaal bijgehouden door de buurtbewoners zelf.